Bij het keuzevak bloemwerken leer je allerlei soorten bloemwerk maken. Bijvoorbeeld de biedenmaaien, maar dan weer op een andere manier, op vlakken of op ringen. Grotere boeketten, korenschoof, parallel. Nou, een stukje kleurenleer hebben we erbij in. En uiteraard ook wat theorie, wat geschiedenis van het bloemwerk. Nou, als je deze module hebt gevolgd en je gaat daarna ook verder op het mbo bijvoorbeeld, bij bloem en styling, dan zou je uiteindelijk een eigen bloemenwinkel kunnen beginnen. Of werken in een bloemenwinkel. Tuincentra's kun je altijd terecht. Maar je kunt ook bij grote etaleerbedrijven aan het werk. Dat je leert etaleren, grote versieringen maken bij evenementen. Nou, als je dit vak gaat kiezen, dit keuzevak, dan moet je echt wel creatief zijn. En het ook echt leuk vinden om met groen en met bloemen te werken. En ook je eigen fantasie is heel belangrijk. Nou, het voordeel is natuurlijk dat je best heel veel leert. Hè? Ook de technieken en de theorie. Maar ook dat je elke les echt wel iets maakt wat je mee naar huis kan nemen. En waar je trots op kan zijn. Nou, in principe is het geschikt voor alle leerlingen, maar wat wel belangrijk is inderdaad dat je echt wel creatief bent en dat je er ook echt zin in hebt. Hè? Dat je echt iets wil leren van de bloemen, niet bang bent om vieze handen te krijgen. En alles hoort erbij, ook het opruimen, het maken. Lijkt het je echt wat om lekker met je handen bezig te zijn, met je vingers in het groen te zitten en elke dag of elke les een mooi product mee te nemen, dan zou ik echt kiezen voor het keuzevak bloemwerk.